Vandaag zitten we weer in YouTubers Tycoon. En zoals je kunt zien hebben we 1,2 miljoen volgers en bijna weer 1 miljoen euro. En ja, je kunt denken bijna, je had net nog 500.000. Maar zoals je kunt zien, het gaat heel snel. We gaan vandaag weer lekker bezig in ons prachtige huis. En ik zie dat we deze sofa kunnen gaan upgraden. Dus laten we dat doen. Ik denk dat het een rode sofa wordt. Het wordt een blauwe sofa. En hij is geüpgraded. En binnenkort kunnen we ook hier onze foam gaan upgraden. Dus ik hoop dat het één kleur wordt. Oké, even kijken. Hier gaat alles nog steeds goed. We kunnen hier iets van 800.000 euro kopen. En ik heb het gevoel dat dat zo'n YouTuber hammer is. En dat gaan we doen vandaag. Alleen wil ik niet direct al mijn geld uitgeven in het begin van de video. Want ik wil natuurlijk ook een beetje snel kunnen uitgeven. Hier hadden we dus de laatste keer alles leuk gemaakt. Onze keuken, ons eetplekje, onze badkamer die ook gigantisch duur was. En we konden dus naar boven gaan om onze nieuwe verdieping te gaan beginnen. En zoals je kunt zien, hier loopt eigenlijk nog niks. Alleen onze gelddingetjes, om het zo te noemen. We kunnen een room kopen van 40.000. En dat is inderdaad om hier weer een aparte zone van te maken. En zoals je kunt zien, allemaal playbuttons die de deur uitgaan voor best veel geld. Dan gaan we muren en ramen plaatsen. Bam, dat is ook wel zo fijn. En dan weer muren en hele dure planten. En een decoratieve vloer. Nou, ik vind hem niet zo heel mooi. Ik vind hem niet passen bij de paarse mooie muren. Maar misschien gaat dat ook nog wel heel mooi worden. We gaan hier een wall plaatsen. Die krijgt een beetje een cinema vibe. YouTube logo. Oh, ik heb net iets heel duur gekocht. Ja, dat was niet mijn bedoeling. Omdat ik zag hoe duur het was. 500.000 heb ik hiervoor betaald. Wauw. Buy silver button. Aha. Ik denk dat dit een kamer is van de achievements. Van, nou ja, zoals je kunt zien, de golden button kun je ook voor 1 miljoen kopen. Kunnen we dus nog niet kopen. Maar ik denk dat dit een kamer wordt met alle achievements die je al gemaakt hebt in je carrière. Hier is, komt de gouden aan te staan, want die hebben we. En ik denk dat dan hier de diamond komt. Dat is dan de 10 miljoen. Buy workers. Dit zijn mijn editors, denk ik. Kijk eens aan! Ik ben benieuwd of dan de volgende ook zoveel gaat maken. Laten we eens kijken. Heel veel confetti. Hoeveel maak jij? Ik denk misschien 1000. 1500 subs. In hoeveel tijd is dat ook? 5 seconden? Ongeveer 5 seconden krijg ik dat erbij. Dus deze geeft me 1500. Deze 800. Nice, jongens. Oké. We kunnen decoratie kopen. Die kunnen we nog wel kopen. Maar nu wordt het wel heel duur. Ik denk dat we hier in totaal 4 workers kunnen plaatsen. Want hier kun je hier inderdaad nog hier en hier nog eentje kwijt. En dit is inderdaad gewoon de working zone. Zoals je kunt zien, statistieken. Hoe je bekender gaat worden. En groter gaat worden. En hier, wat wordt dit? By YouTuber en by plant. Ongeveer 1 minuut later. En ik heb nu 711 subs de seconde die ik erbij maak. Nou, we kunnen in ieder geval onze shine, onze foam gaan veranderen. Ik ben benieuwd in welke kleur het wordt. Ik hoop 1 kleur. Nice! Oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik mooi. Het lijkt niet meer echt op het foam. Nee, het lijkt niet meer op het foam. Maar ik vind het mooi. Het past beter bij de kamer dan dat rode en zwarte. Dit kunnen we bijna gaan upgraden. En we hebben nu meer dan 500.000. Dus dat is, vind ik, fijn. Ah, kijk eens! Ja, natuurlijk, dit is de YouTuber onszelf. Dus inderdaad, we hebben een YouTuber board. Superleuk natuurlijk. En ik denk, we konden een YouTuber kopen, die we nu daadwerkelijk kunnen kopen. En ik denk dat dat de YouTuber gaat zijn die hier achter het koekjesaccount zit. Dus ik ben wel benieuwd om haar eigenlijk te zien. In 3, 2, 1. Ja, kijk eens aan mevrouw Koekjes. Dat is zij. Oh, dit is nice. Je kunt haar letterlijk worden. Dus wij zijn nu YouTuber haar. Dus je kunt zien, ik lijk niet eens meer op mezelf. Ik ben veranderd in haar. En we kunnen nog geen worker erbij kopen, want ik heb nu net mijn geld uitgegeven om deze YouTuber te worden. We gaan een nieuwe vloer kopen, want dat kunnen we wel. Dat is goedkoper op dit moment dan iets anders. Trappen naar boven. Dus we moeten niet vergeten om beneden nog door te werken. Maar ja, als we daar geen genoeg geld voor hebben, omdat letterlijk alles zo gigantisch duur is, dan ga ik liever naar een andere vloer. Oeh. Oké, jongens. Ik heb niet lang moeten wachten, dus ik denk dat ik het nu al door heb, want elk item is 10.000 euro waard. En ik heb nog niks van een dropper gekocht. En als je kunt zien, als je 2 seconden op dit geldbedrag let, dan komt het geld bizar snel binnen. Ik denk een 30 minuten, jongens. Ik kan mijn volgende worker kopen. In 3, 2, 1. Ja, 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 ja. En oh, nou. 1,5 miljoen voor de volgende werker. Nou, deze, zoals je kunt zien, geeft 3000 abonnees de 5 seconden ook. Ongeveer ook weer de 5 seconden. En hij heeft 2 computers, beeldschermen. En hij heeft een energy booster. Dus dat zal hij ook wel nodig hebben met al het werk dat hij hier verricht. Dus zoals je ziet, 3000 subs, 1500 en 800 de seconde. Dus ik denk als deze al 3000 geeft, dat de volgende 5000 geeft. Ik zie dat ik hier
hier ook een premium dropper kan kopen. Dus dat doe ik dan ook maar even. Het is niet zo overdreven veel. En nou ja, als het inderdaad alles een stukje sneller en leuker maakt, dan doe ik dat graag. Nou, onze premium is erbij. En inderdaad, dit is wat je normaal krijgt. En om de paar seconden geeft hij een hele dure erbij. Een duur item. Nice, we kunnen hem halen. En bam, kijk eens. We hebben nog één dropper te gaan. Of ik denk eigenlijk nog wel twee. En ik heb een gevoel. Ik wil het niet te snel roepen. Maar ik denk dat de volgende verdieping ook de laatste verdieping gaat zijn van deze tycoon. En dat zou ik best wel jammer vinden eigenlijk. Nou, we kunnen de dropper halen. Ik weet niet of het de laatste is. Maar we gaan erachter komen in 3, 2, 1. Nu. Nee, we kunnen er nog eentje. Of nee, de dropper is denk ik de laatste. Maar nu nog één upgrader. De televisie kunnen upgraden. Dat gaan we doen in 3, 2, 1. Plasma. Wow! Het raam is letterlijk verdwenen. Je ziet, ik denk als je van achter staat, dat je letterlijk alleen de achterkant van een tv ziet. Maar we gaan de laatste, neem ik aan, kopen. De gevaarlijkste. In 3, 2, 1. Wow! Wow! De vorige keer deed iemand het bij mij en vond ik het niet leuk. Maar, oh, je kunt een soort van door de deur. Maar dan ga je af. En dan kom je terug bij je eigen YouTube studio. Nice. Ik ga in ieder geval nog uitgeven wat ik heb. Want dat is net zo leuk. Dit kan ik nog uitgeven. Oeh. Oh, kijk hoe leuk. Ik ben veel te snel. Kijk, je hebt de YouTube play buttons. Die zijn nice. Zilver, goud. Dit moet diamond voorstellen. Ik bedoel, het is geen diamond. Maar het is de leuke. Hè? Het is misschien een nieuwe variant. En een nieuwe vloer. Nee, dat kan inderdaad niet. Dat is letterlijk YouTube in de game die zegt no way. Dat is voor de volgende keer. Nou, we hebben in ieder geval een leuk deurtje erbij. En de volgende keer gaan we verder bij een nieuwe vloer. En een nieuwe aflevering. Ik vond het leuk. Het woord van vandaag is 2 miljoen. Want we zijn al over de 2 miljoen. Ik ga nu helemaal naar beneden, want ons gebouw begint gigantisch groot te worden. Ik vond het leuk. Like de video. Heb je nog ideeën wat ik de volgende keer moet spelen? Laat het weten in de comments. En ik zie je graag overmorgen terug bij een gloednieuwe video. Adios.